Van mij naar jou, een lieve groet met vleugels. Want alleen zijn doen we samen. Hoi, ik ben Inge. En namens Lieve Groet ga ik jullie laten zien hoe je een kerstkaart kan maken met ballen. Aan de slag. De kerstkaart, een doos vol kerst. Deze kun je dus zo uitgebreid maken als je wil. Je kunt die doos vullen met kerstballen, met huls, met sterren. Je kunt berichtjes toevoegen. Maar je kan hem ook simpel houden zoals deze. En deze ga ik vandaag maken. Ik ga sowieso niet meer deze kleur papier gebruiken en ook niet deze dingetjes. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vond hem een beetje... Hij deed mij denken aan een tabaksdoos. Dus deze schuiven we even aan de kant. En deze gaan we dus maken. Nou, allereerst hebben we daarvoor nodig een stuk A5 papier. Deze. En die vouwen we de volgende. Nu moeten we hier een inkeping maken, zodat we die zo meteen naar binnen kunnen vouwen. Nou heb ik al een malletje gemaakt daarvoor. Kijk. Dus op 2 centimeter vanaf de rand moeten we dit even uitknippen. En als je dan heel veel kaarten gaat maken, dan kun je deze steeds als schabloontje gebruiken. Dan hoef je niet telkens opnieuw af te meten. Zo. Dus deze leg je op je kaart. Dan teken je met een potlood deze lijntjes. Deze hoeft niet, want we gaan knippen tot hier. Je kan dus het beste met een grijs potlood doen, want als je het met een stift of zo doet, dan zie je dat later nog. Dat is niet zo mooi. Oké, dus we knippen dit helemaal in. En hier ook. En dan vouwen we hem even in. En de andere kant ook. En dan vouw je je kaart open, als je dat wil. En duw je de doos naar binnen. Je pop-up doos. Nou heeft zo'n doos ook 2 flapjes. Die maak je of van hetzelfde soort papier of van een ander stukje. Nou heb ik hier al vooraf de afmetingen opgetekend. Dit is 3 centimeter en deze zijn 4,5 per stuk. Die gaan we uitknippen. Dan moeten ze zometeen dubbel gevouwen worden. En dat is het handigst als het wat dik papier is om dat even te doen met behulp van een schaar en een liniaal. De liniaal kan ik even niet vinden, dus ik doe het even zo. Dus je krast het eigenlijk een beetje in, hier ook. Zo. Dan vouw je ze dubbel. Nou zie je hier streepjes staan. Dus we gaan deze flapjes... Net als bij een postje tulpjes, even schuin afsnijden. Zo. Deze gaan we zo meteen in de doos lijmen. Hier als de flapjes. Dus
pak je lijmstift en lijm alleen de onderkant. En dan vouw je ze vervolgens naar voren. Kijk, de doos is er klaar. Dan gaan we de ballen maken. Of tenminste, ik kies dus in dit geval voor 6 ballen van dezelfde grootte. Ga even weg. En daarvoor heb ik restjes papier nodig. Kies wat je wil. Elke kleur die je leuk vindt. Metallic er tussendoor is ook leuk. En daarvan heb ik vast 6 vierkantjes geknipt. Zo. Niet op de grond vallen. En heb ik met een vaccinelichtje kerstballen erop getekend. Je kan in principe van alles kiezen wat je in huis hebt. Het is vaak handig om gewoon iets te gebruiken wat je al hebt. Dus bijvoorbeeld de dop van de pritstift of een vaccinelichtje, een glas, het maakt niet uit. Daarmee ga je de kerstballen maken. Kijk, de meeste heb ik al eentje omgetrokken. Zo, alleen heb de gele nog niet, dus je legt hem erop. Teken je om. En je tekent nog even het dopje erop. Dan ga je ze alle 6 uitknippen. Zo, 6 kerstballen. Die ga je vervolgens versieren met nou ja, wat je eigenlijk maar wil. En ik gebruik in dit geval een metallic marker, dus een zilverstift of een goudstift. Maar de goudstift is inmiddels al verdwenen. Dus ik heb de zilverstift alleen nog. En daarmee versier je de kerstballen zoals je wil. Ballen gaan we vervolgens in de doos plakken. Daarvoor heb je weer een pritstift nodig, een andere lijmstift. En je lijmt eigenlijk alleen de onderkant en dan aan de voorkant. Dus die plakken we. Ja. Het enige waar je even op moet letten is dat je hem niet hoger maakt dan de kaart is, want dan komt hij er boven de kaart uit. Kijken of het klopt. Yes. En klaar is je kaart. Tenminste, misschien nog een persoonlijke boodschap erbij. Fijne kerst, liefs. Ja. Nou kun je er nog voor kiezen om aan de achterzijde nog een stukje papier te plakken. Ik laat het nu open, maar als je dat wil doen, heb je een stukje van 19 bij 13 centimeter uitknippen, door de midden vouwen. En op de achterkant plakken, zoals bij deze kaart te zien is. Dan is je doos aan de binnenkant gekleurd. Zo. Maar ik hou hem zo. En ik hoop dat jullie veel plezier hebben bij het maken van de doos vol kerst.